De gay van mijn gender reveal party. Ik denk dat het een meisje wordt. Mama denkt dat het een jongen wordt. Ja? Ik ben voor een jongen. Meisje. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk een meisje. Een meisje. Denk jij zelf? Een jongen. Een jongen? We zijn hier in ons appartement. We zijn ook aan het verbouwen. Oh my god, it's cutting down. Closet. En dit is hem. Ja, je ziet gewoon echt helemaal... Oh, baby. Here we are. Ik ben er weer voor de mensen die mij nog mist. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Jules zit er gelukkig weer bij, aangezien ze weer helemaal better is. Ik ben weer helemaal better. Ik moet zeggen... Sorry, niet helemaal. Ei op je schouder. Ei? Ja. Ei? Oh ja, voorop het. Ik ben weer helemaal beter. Moet ik zeggen dat ik niet heel veel last heb gehad van corona. Ik heb 1 dag hoofdpijn gehad en daar 10 dagen lang binnen gezeten zonder enige klachten. Maar ik had wel wat meer last. Griepje, grieperig. Maar uiteindelijk ook allemaal weer helemaal beter. Het is nu 2 weken voorbij alweer. 2 weken verder inderdaad, dus weer back on track. En de familie is ook weer helemaal back on track. Dus dat is wel fijn. We kunnen elkaar eigenlijk weer zien. We hebben elkaar denk ik nog nooit zo lang gezien als 10 dagen niet. Nee, denk ik het ook niet. Dat is echt vreselijk. Ja, heel gek. Het is echt heel raar. Maria had echt precies de mazzel dat ze dat weekend niet bij mij was. Wat ook echt nooit voorkomt. Ja. Dus jij had het niet. Het is mijn haar vreselijk. In deze week ik zie nooit deze kant. Oké, ga maar. Het voelt gek. Mijn haar valt deze kant op. Wat gaan jullie zien in deze vlog? Eigenlijk alles over mijn zwangerschap. De gender reveal. De gender reveal. Het appartement. Hoe het voortzet. Nou, over het appartement, hoe het allemaal met de voorbereiding gaat. Ja, en of, je ziet nu ook in deze weekvlog, of het een jongen of een meisje is, wat in mijn babybelly zit. Dus zijn jullie benieuwd, blijf dan kijken, blijf abonneren en duimpjes omhoog. Love, Reinders. Wij zijn onderweg, of nog niet onderweg, bijna onderweg, naar Marie de Genda en Jaime. Ik denk dat het een meisje wordt. Mama denkt dat het een jongen wordt. En papa ook, Mike ook. Romee weet ik eigenlijk niet wat Romee denkt. Romee denkt volgens mij meisje. Maar ja, het is ook hartstikke moeilijk. Maar ik gun er zo'n jongetje, omdat ze al een meisje heeft. Ja, en 2 meisjes ook wel weer leuk. Maar voor Rock vind ik een jongen ook zo leuk. Ja, gaat meemaken. Ik vind een jongetje eigenlijk ook zo leuk. We hebben zo weinig jongetjes in de familie. Ja, heel veel meisjes. En we zijn zo verliefd op Rock, hè, Rock? Hey, Rock, het. Rock denkt ook uit een jongetje worden. Hey. Zo, als de kwaliteit rot is, sorry girls. Show mijn camera nog, maar ik wilde wel even de day voor jullie filmen van mijn gender reveal party. Zoals je ziet ben ik net wakker. Nou, net wakker, ik ben al heel lang wakker. Maar ik bedoel, ik ga me nu klaarmaken voor de gender. Ik draag de nieuwste collectie van Reinders, de witte hoodie met de bijbehorende broek. Superleuk. En ik draag eigenlijk alles lekker laag, want ik wil echt nu heel graag aan iedereen mijn mooie babybelly laten zien. Ja, en ik heb een envelop gekregen gisteravond en wij hebben hem dus niet ingekeken. Dus ik ben mega spannend. Jules komt in de middag en dan geef ik haar die envelop. En als het goed is, komt Lydia met de juiste kleur ballon naar ons toe lopen. Als ze mee wil helpen. Hardy gaat zo heerlijk mijn make-up doen. Ik ga nu alleen even mijn haar krullen. Een beetje stijl, vind je ze leuk. Dus ik ga lekker mijn haar krullen. En laat jullie zo even de voorbereiding zien. De preps van onze gender reveal. Oké, girls, dit is mijn outfit voor today. Het is wel echt jammer. Op de zij stond dat het roze met blauw was. Het is wel een blauwe gloed. Maar ik vind het eerder echt een beetje een mintkleur. Ik wil ook niet tussentijd opruimen. Maar kijk, dit is Livia de outfit. Blauwe tulle met roze. Ik hoop dat het blauw een beetje matchen met elkaar. Maar het past wel bij elkaar. En dan ook op de schoudertje. Oeh, schattig. Dus ik heb mijn jurkje al klaargehangen. Ze is even bij mijn schoonmoeder slapen gelukkig. Met al die ballonnen kon ze echt niet slapen. Ik ben aan het twijfelen. Ik wil deze schoentjes eigenlijk eronder. En ik wilde deze roze stick in de haar. Oeh, dat is toch helemaal beeldig. Dus ik ga zo lekker in de make-up bij Harley. Harley komt straks. En dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Oké, we zijn heel benieuwd naar dit koppie. Nou. Oh. Hallo. Hallo. Oh my god. Nou, Marie heeft een heel play paradise gemaakt. En Jaime. En kijk nou. Alles crème en nood. Met vlinder. Baby. En daar zit ze. Heb je stenen? We hebben stenen. Wat zie jij de beelden gaan? Stenen. Zelf, we hebben hetzelfde. Ja. Opleiden. Allebei, jongen. Ready to go. Ah. Dit klopt nog en dit klopt niet. Nee. Wat kleur van je zelf? Alle kleuren. Kijk, foto ook. Je maakt die enige foto die je dan jezelf kan maken. Gender. Oh. Rocket, is dat Frankie? Is dat Frankie? Hallo! Waar is ze nou?
Show us your look. Harley heeft de make-up gedaan. Mooie schoentjes aan. Mooi jurkje weer van Selkie. Ze zijn een beetje gekleukt. Maar niet uit. En mooie mag schoentjes. Want dat mag. Dat mag vandaag. Dat mag. Mag. Oh, deze. Die zitten zo. Oké, Lot denkt een jongen. Ja, ik ben voor een jongen. Olijn denkt een meisje. Ook al heeft ze een beetje blauw. Maar ik hoop een jongen. Mama denkt jongen. Een jongen? Harley. Maar ik hoop een jongen. Ik weet het eigenlijk niet. Nee? Jij gaat weer het verpesten? Ja, ik heb gekozen voor blauw. Ja? Ligt dat even toe. Maar mijn gedachte... Maar het was een jongen, Harley. Nee, ik denk... We hopen en papa denkt maar. Ook een jongen. Ja. Marie die is mixed. Wat denk jij zelf? Een jongen. Een jongen? Ja. We gaan het zien. Dan ben ik de enige met Olijn in meisje. Jij ook een jongen? Jij meisje. Jij zit een meisje voor. Ik denk een meisje. Een meisje. En we weten het allemaal nog niet, hè jongens? Misschien weet je het wel. Misschien heb ik wel afgekeken. Stiekem. Oh, dat zijn ze. Ja. Oh, dat zijn ze. Oh, Robje, dat zijn ze. Oh, Robje, lekker met je blote benen. Kijk nou. Dan kan ik je mooie buik. Zag ze even in het water? Oh, ja, alsjeblieft, bloemetje. Kijk je nou. Rob en Lydia. Andersom, shit. Oh, Ellie, kom zitten. Of ga je daar staan? Oh, het is een meisje. Ja. Ellie, een meisje. Oh. Maar ik dacht, we gaan gewoon in blauw. En dan zijn we in de zink. Precies hetzelfde. Ja, ja. 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 Miri heeft prachtige donuts voor ons gemaakt. Kijk nou, wat veel cupcakes. En Maria heeft een hele mooie taart. In het roze, blauw. En ook de donuts in het roze. Kijk je nou in de ballenbak. En wat wordt het, Marie? Weer een meisje. Hoe voel je? Je moet wel een beetje goed vloggen, hè? Zo, één armpje, hè? Ja, maar voel je dat je weer het dochtertje krijgt? Dat is toch geweldig, Ben? Wauw! Deze heeft je geoefend! Dani, hoe voel je dat je weer een nichtje krijgt? We moeten alles knuffelen, hè? Ja, heel mooi. Dit stoutertje. We willen even lekker aan de gang gaan met opruimen. Ja? Alles is weer lekker schoon, spik en span. Alleen nog hier, nou natuurlijk speelgoed van Livia, maar ja, dat kan je wel blijven opruimen. En de ballonnen waren zo mooi. Kijk nou, die vlindertjes in roze, crème en blauw. De letter baby's heb ik ook al opgeruimd. En een heerlijke speelhoek voor Livia, waar ze het echt heel erg leuk heeft gehad. Zoals ik kan zien is alles door elkaar heen. Dit vond ze echt haar favorite. Met die mooie ballenboek. Echt, ik hou ervan. Hé, is het weer voorbij? Krijg je een zusje? Dat was leuk, hè? Livia, kijk uit. Zij vindt het toilet altijd heel erg interessant. Ja. Ik dacht dat het een meisje werd. Eigenlijk, ja, stiekem dacht ik ook wel dat het een meisje was. Maar omdat ik een hele andere buik had. Waar? Jij dacht niet dat het een meisje was. Nee, klopt. Ik had echt niet dat jij haar overheen. Je dacht helemaal niet dat het een meisje was. Nee, ik had echt alle... Ik had ook voortekens. Mijn bad werd blauw door mijn lusbal. Terwijl ik niet de kleur had geraden wat erin zat. Het was allemaal voortekens dat ik denk. Ik wist alleen maar jongensnamen, geen meisjesnamen. Ik had een hele andere buik als bij Livia. Maar wel dezelfde zwangerschap. Dus ik heb eigenlijk... Nee, maar jij dacht echt wel dat het een jongen was. Ja, dus eenmaal toen ik dacht dat het een meisje was, denk ik... Hoe dan? Maar we zijn heel erg gelukkig hoor. Dus het is echt niet zo dat ik denk van, een meisje. Je had niet per se een voorkeur. Alleen je vond het gewoon leuk voor Rock als het een jongetje was. Ja, want die omringd is door meisjes. Maar voor Livia zelf vind ik het wel leuk, die zussenband. Aangezien ik zie hoe het met Jules Romee is, vind ik die zussenband wel echt heel erg belangrijk en heel erg leuk. Dus we zijn heel erg blij dat het een meisje wordt. We hebben nu ook eindelijk de naam. Ik had er echt heel veel stress over. Ja, echt hoofd. Aan iedereen gevraagd om je heen. Weet jullie nog namen? Weet je nog dit? En uiteindelijk heb jij verzonnen. Ja. Ja. Oh.
eigenlijk niet de credits naar mezelf, maar goed. Dus nee, het wordt niet iets in de ruimte omdat Jules mee verstonden. Maar het is wel echt een mooie naam. En ik vind het echt belangrijk dat het ook bij Livia past en bij de achternaam. Ja, dus dat is gelukkig. Maar mochten jullie nog leuke namen weten, zet vooral onder in de comments. Ja, want misschien verandert de naam nog toch nog wel. Nee, ik denk het toch niet. Wanneer ben je uitgekeken? In juni. Ja, ik hoef de datum toch niet te zeggen. Oké, in juni. Het slaat er juist op. Nee. Oké, maar je is in juni uitgekeken van een meisje. Van een meisje. Ja, want de Janet part, hoe kwam je aan de outfit? Ja, ik wilde voor Livia en mij eigenlijk allebei de kleuren roze en blauw ingewerkt hebben. Omdat ik gewoon nu dacht dat het mijn jongetje was. Maar ik wilde Livia niet helemaal in het blauw, want dat vind je ook bijna niet voor meisjes. Dus haar outfitje is volgens mij van Tutte de Monde op Farfetch gekocht. Een tulle jurkje, ja, ik wil hem wel voor gek verklaren. Ze heeft maar één keer aangehad. Maar dit soort jurkjes doet ze over vast wel in de zomer aan. Dus het is echt niet En anders verkoop je het weer. En mijn jurkje is van Selkie. Het was op de website wel meer roze-blauw. Iets meer groenachtig. Eigenlijk hetzelfde jurkje als de baby shower jurkje. Ja, maar dan een andere jurkje. Die vond ik zo mooi zitten en ik wist precies welke maat ik nodig had. Dus dat was tof. Geen stress. En de schoentjes was van mag. Mijn favorite met strikjes. Dus mijn eigen outfit was helemaal op fliek eigenlijk. En Harley heeft natuurlijk weer de make-up gedaan. Ja, de make-up heeft Harley gedaan. Die was hier iets eerder. We hebben het intiem klein gehouden, de gender party vanwege corona. Dus je had 5 vrienden en ik had 5 vriendinnen gedaan. En natuurlijk onze ouders en zussen. Ja. Het moet eigenlijk nog kleiner, maar goed. Ja, we hebben Livia de verjaardag ook niet gevierd. En dit dacht van ja, dit willen we gewoon wel vieren met onze... Iedereen heeft gewoon een testje gedaan en prima toch? Ja, ja, ieder zo zijn eigen mening daarover. Dus inderdaad, we hebben het wel gevierd, maar wel echt expres wel een beetje intiem. We hadden een heerlijke taart van Maria. De cupcakes en de donuts waren van Mary Candy Shop. En die had een hele leuke ballenbak neergezet voor de kinderen. Ja, en de aankleding was natuurlijk weer door Hippie Purée gedaan. Door Chantal, doet zich altijd mega goed. Ik zei dat ik het iets kleiner wilde houden, maar het was alsnog heel erg te gek. En heel leuk. En de letters waren van luxe lichtletters, dus verder de... Volgende feestjes denk ik Rocket's verjaardag. Ja, want wanneer wordt Rocket 1? 4 februari, ik wilde zeggen 6, maar ik wil het 4 of 6. 4 februari wordt hij alweer 1. En ik wil denk ik 6 februari vieren, maar het ligt een beetje aan de horeca. Want ik had eigenlijk een horeca gelegenheid om het te vieren. Dat is nog steeds niet zeker. En anders, ons appartement is toen niet af, dus daar kan het niet. 25 zit weer een nieuwe persconferentie, dan horen we vanavond. Ik dacht 25ste. Nee, je dacht vanavond. Dus horen we over de horeca. Dus ik hoop dat het open mag, want ik heb een superleuk outfitje. En voor mij Rock, Sol en Mike. Dus echt heel leuk. En we willen het gewoon vieren. Stop. Leven vieren. Kijk, ik heb hier echt zo'n pluk. Ja, maar dat heb je meestal. Hè? Oh, dan vragen ze ook of we ons ontbijt of mijn buik mag zien. Of course. Oh, dat mag dan weer wel. Nou, die buik mogen jullie wel zien. Wat voor buik? Het is echt wel een mega buik. Dit is een zo. En dit is een van voor. Ja, je ziet gewoon echt helemaal... Ah, oh, babytje. Ook aan je navel, ja, hè? Ja, het gaat helemaal naar buiten. Ja, zo raar dat ik ook zwanger ben geweest. Ja. En je bent gewoon weer. Het scheelt wel dat het meisje is dat ik niet heel veel kleding hoef te kopen. Tuurlijk ga ik wel nog kleding kopen, maar het scheelt wel echt. De basisdingen, de co-sleeper, de sleepyhead, alles is natuurlijk een thema van een meisje. De box. Dus dat heb ik allemaal niet opnieuw. Ik heb nog heel veel, 2 tassen vol staan met allemaal roxy kleding. Er zit ook heel veel kroon. Gewoon unisex dingen, ja. Wat zou ik voor je meenemen? Ja. Ik wil wel de babykamer iets anders stellen als Livia, want onder het al meisje wil ik niet dat het echt weer alles hetzelfde is. Ja, dus ik wil een beetje dat rotan sfeertje met een beetje terracotta kleuren, denk ik. Leuk. Ja? Ja. Oh, weet niet. Weet ik. Maar... Nee, sowieso een hele andere smaak. Ik zie er wel zo'n Chinees-Indisch meisje in zo'n roodhondje liggen. Dat was schattig. Ja, Chinees. Indonesisch. Ik denk dus dat dit kindje veel meer op Rock gaat lijken. Dus eigenlijk op mij en Marie. Ik denk en ik hoop met Bianca de ogen. Ik hoop eigenlijk donker haar blauwe oogjes. Dat zou heel mooi zijn. Ik hoop gewoon op helemaal blond. Blond. Tuurlijk is je gezondheid het belangrijkste, hè, jongens. Maar je mag altijd gewoon dat je... Ik ben toch heel erg benieuwd. Want meestal met het tweede kind lijken ze altijd mega anders. Dat zien bij iedereen. Ja, bij iedereen was het tweede kind heel anders. Ja, behalve wij. Dus dat maakt me wel heel nieuwsgierig. Nou ja, je hoeft niet heel lang meer te wachten. Nee, halfjaartje. Oké, ik ben nu bij de appartementen. En ik heb een koeper binnen, dus ga ik even langs brengen. Marie gaat even mee. Om te bekijken. Oh my god, it's Karinda. Closet. Druk, druk, druk. Kitchen. Kitchen. Closet. You. Ja, we zijn druk aan het verbouwen. Zoals jullie kunnen zien, zijn we in ons appartement. Ik sta nu in onze slaapkamer. Daarachter komt de badkamer. De view is amazing. We zijn druk bezig met onze kasten aan het maken. En... ik kan er gewoon niet wachten tot ik erin zit. Ik heb nu wel heel veel zin in, Mike. Hier komt dan ons bed. Het wordt allemaal van betonseree, een soort van Flintstones bed. TV,
En dan komt hier een schuifdeur, kastenkamer. En dan wordt dit rocketsenkamer. Hoe leuk. En dat wordt de badkamer, maar dat is nog lang niet. Er komt een heel mooi bad in. Verhoging, wc gaat daar weg. Doorloop, mooi naar de woonkamer, keuken. Er komt een heel groot kunstwerk van mijn cameraman. Wc. Dat is zo groot, hè? Ja, hè? Ja, mag ik een kapsel kwijt, hoor? Ja, hier komt ook een kapsel. Oh, dat is allemaal misschien op elkaar, hè? Zou dachten misschien hier. Nee, dat kan niet. Kan maar één wasmachine. Dit is dan je entree eigenlijk, als je in ons appartement binnenkomt. Overal komen al van die invisible doors. En alle badkamerspullen heb ik van Tegeldepot. Hier komt dan een wc, met ook een invisible door. En dan ga je zo naar onze slaapkamer, badkamer. En hier naar onze keuken, woonkamer. Wanneer gaan jullie verhuizen en gaat het een beetje hoe je het had bedacht? Nou, eigenlijk degene die Marie haar hele huis hebben verbouwd, die doen ook nu ons appartement. Ja. Ze zijn eind deze maand klaar met al het werk omtrent de verbouwing. Dus maar dat was natuurlijk al een nieuwbouwhuis, dus het was 2 maandjes verbouwtijd, anderhalve maand. Ja, een beetje. Eigenlijk zit nieuwbouw zou je zo in kunnen, maar Mike en ik hebben toch wel weer alles besloten, toch weer alles een beetje anders te doen. Ja. Dus iets toch meer tijd dan verwacht, denk ik. Ja, alsnog gaat ze wel snel. Ja. Dus eind deze maand zijn ze klaar. Dan februari hebben we de hele maand ingepland voor betonstudeer. Wat Marie eigenlijk hier ook op de muur ja. heeft. Alleen wij nemen ons bed mee, meubels mee. Ja, echt elk item, behalve de bank. Ja. Ja, behalve de bank. Ja, tot het bad, tot het bed, tot de trap. Eigenlijk is alles een alles die, is één stijl. En dan begin maart komen ze de vloer doen. En dan heb ik, zijn ze 14 maart helemaal klaar. Eigenlijk 10 maart. Maar maart? Maart? Ja, dat is in februari. Nee, dat is pom. Oh ja, ja, de vloer, sorry. Ja. De vloer. Nee, de vloer doen ze op 7 maart. Hebben ze 5 dagen voor nodig. Maar ik doe het zekerheid het weekend dan nog even niet erop. Stel dat. En dan vanaf 14 maart kunnen we erin. Dus dan ga ik gewoon 2 weekjes rustig verhuizen. Kasten inhalen. Het scheelt als je nu een huurhuis heeft wat gemeubileerd is. Dus je hoeft niet heel veel te verhuizen. Nee, ja, heel veel kleding. Ja, spullen, kleding. Maar voor de rest... Geen banken, meubels, et cetera. Nee, alles ook nieuw gekocht. Bank en meubels gaat allemaal naar Mike's nieuwe pandje. Ja. Pand voor zijn werk. Dus ja. Nee, allemaal echt allemaal leuke vooruitzichten dit nieuwe jaar. Zoveel zin in? Kun je niet wachten. En ik heb ook al heel veel kleding uitgepakt en uitgestald. Ik ga alles wegdoen. Moet van Mike en ook van Marie. Ja, zoals de, hoe noem je dat? Oh. Een hamster. Maar ik ja, jij bent daar ook programma's voor. Dat zou echt zo iemand zijn als je in je eentje zijn. Terwijl, ja, verzamelaar. Ik voel alles. Dus Mike heeft het heel snel voor mij in de tas gegooid. En dan moet ik gewoon niet over nadenken nu. Er is ook een vraag van dat we altijd dezelfde smaak hebben. Maar ook helemaal niet. Wat de overeenkomsten zijn van onze huizen straks samen. Nou, eigenlijk lijkt jouw huis wel veel op mijn appartement. Ja, ik was altijd natuurlijk van het kleur. En gekke prins. Ik ben helemaal van afgestapt. Maar ik werd er helemaal gek van toen ik daar echt 5 jaar in de hysterie. Misschien moet ik ook nieuwe moeder weg worden. Dat zegt iedereen dat door je hormonen dat komt. Dat je hormonen weer een heel anders. Maar deze prins vind ik dan wel heel cool voor mijn stoelen. Ja. Dus dat is wel iets meer mij. En qua kunst en nog dingen en aankleding moet het nog wel echt iets meer mijn smaak worden. Zodat het wat ja, maar het komt wel. Maar die heeft een beetje meer grijs crème. En bij ons wordt het iets meer nude. Dus iets warmer tinten. En voor de rest maar ook Mike's kunstschoen wel aan de muur. Groot in kleur. En ja, je hebt wel iets meer andere, je hebt iets meer organische elementen. Een beetje meer ronde banken, et cetera. Ik heb ook, ja, ik heb nergens, echt, onze basis is gewoon heel plain. En echt, ja, kleden, schilderijen, wordt allemaal druk. Ja, op zich. Ik wil dus heel leuk op mijn wc designer shit verven. Dat Mike dus allemaal doet en zo. Ga je er al ineens pakken? Ik was even vergeten om te kijken of ze al ziek of niet. Oh, slaapt ze? Nee. Het is aan de hand. Dus de overeenkomst is denk ik toch wel het betoncere, de strakke vormen. En de noodkleuren wel. Alleen jij doet alles met zwart. Ja, accenten. En ik heb alles groen. Ja, dat ook wel weer gesloten. Dat vinden wij er wat stoerder staan. En mijn huis is toch wel iets meer authentiek. Die jou is wel echt meer een penthouse idee. Ja, het is meer ja, gewoon strakker. Ja, dus dat is wel iets moderner hier. Ja. Ja, ik heb het even gefilmd voor jullie heel kort. Maar ik zal het nog meer meenemen wat voor tegels we hebben uitgekozen. Bank. Noem alles maar op, dat ga ik je allemaal meenemen. De volgende vlog. Volgende vlog. Project Livia. We gaan het behang van Pimpelmees doen. Finally. Ik heb echt de hulp van mama nodig, aangezien ik dit echt niet alleen kan. En mama cool. En ik heb 1000 dingen doekje ben. Ja. En handig met de handen, hè. Wat kan ze niet. En dit is dan ook de lijm. En dan laat ik zo aan jullie zien hoe het wordt. Van een saaie witte muur naar mooi. Kijk nou. Oh, wat leuk. We gaan snel. Dit komt helemaal goed, jongens. Ik hou van deze print. Oké, okay, Mary. Focuses. Ja. Pas ja. Kijk nou. Nee. Op. Ja, wacht. Moet wel even opletten. Volgens u? Ja. Kijk nou, leuk. We zijn weer bij de laatste strook. Enig. Behang is van Pimpelmees.
En I love de girafjes, maar ik zal zo even, als het bedje hier goed staat, et cetera, alles filmen. Oh, wat leuk zeg. Ik wil elke muur ook zo. Kijk nou, dat hebben wij gewoon, nou, vandaag mama, in een half uurtje gedaan. Zo wat. Oh, zo leuk. Zullen we eens alles terugzetten en wel nog weer filmen? Ja, ja. Van alles. Nou, het eindresultaat. Het bedje staat er. De wasbandjes, het stoeltje. Kijk hoe enig. Deze heb ik nog van de baby shower bewaard. De giraf. Heeft Mike opgetekend. Is nog niet klaar. Heerlijke borstvoedingsstoel. Mike geeft nu geen borstvoeding meer. Dus voor de next baby. Gewoon door. Ja. Hoe oh, leuk. Ze willen allebei in je borst. Ja. Nou, ik vind het echt helemaal af. Ja. Heel blij mee. Blij ben ik met het resultaat van Livia de Kamer. Ja, Livia de Kamer hadden we altijd wel allemaal gereed. We hebben gewoon eigenlijk alle meubels en de ledikant en de commode allemaal meegenomen. Ik zie Livia, sorry, je staat nu bij me. Oh, oh nee. Maar het had echt nog iets nodig. En toen kwam ik op het behang van Pimpelmees. En die hebben echt helemaal mijn print met girafjes, aapjes, olifantjes. Wat ik echt ja, heel leuk schattig moet zeggen. En het maakt de kamer gewoon helemaal af. Dus we moeten alleen nu een extra kast nog. Want ik koop veel te veel kleding voor de baby. Voor de baby en ook voor Livia. En dan nog een paar plankjes erbij. En dan gaan we eigenlijk aan het project babykamer en de tuin beginnen. Dus de babykamer heb ik nog niet gedaan eigenlijk. En mama heb je geholpen hè, met behangen? Ja, mama zie je. Mama heeft eigenlijk alles behangen. Jij stond erbij en ik keek ernaar. Ja, ik heb even de lijn weggesmeerd op de muur. Het gaat wel heel tegenwoordig veel makkelijker als vroeger. Ja? Ja, het was helemaal op maat al uitgesneden. Oh, dat was echt helemaal top. Dat is wel lekker. Ja. Dat is dan wel weer handig. Dus je ziet ook het eindresultaat van Livia de kamertje. Nog niet helemaal klaar, maar wel echt. Nou, zo goed als. Zo goed als klaar. Ja. Ja. Ik ben wel heel, heel blij mee. En ik had verwacht dat Livia in de kamer zou komen van... Maar dat boeide geen ene moer. Nee? Nee. Ik zag niet dat je dingetje op de muur. Nee. Dus, nee. Ik ben dus bij Marie en hier kan dit, je dus... Dit komt niet naar mij. Maar hier kan je dus McDonald's bestellen. Dus het is maar goed, schat, dat wij niet in Haarlem wonen. Rob staat nog steeds bij Mike op de bank. En wij gaan lekker McDonald's eten. We hebben net de vlog opgenomen en wij gaan nu meer vloggen. We gaan het weer helemaal oppakken, dus be ready for us. Dit vind ik echt vies, hè? Die papieren, ja, dat is duurzaam. Ik vind het ook niet lekker. Uit zo'n papier dingetje. Wat is dat dan voor nodig? Oh, voor zo'n cola. Ja, dus we can't wait. Maar dan dit wel in plastic. Ja, het zal misschien wel weer zijn op zijn die frietsaus. Ik vind Marie op Ang lijken van Avatar. Niet Ang. Ang bestaat niet eens. Ja. Nee, ja. Helemaal niet. Ang. Ang is een boom of zo. Die pijl, kijk eens naar beneden. Wij hebben heerlijk frietjes. Ik heb nu het. Ik kan wat doen mensen met babyhaar. Ja, dan moet ik afsteden. Nou, gewoon het niet zo, denk ik. Huh? Ook weer alleen de zijkantjes en de rest is gewoon los. Echt lezen. Echt, nu is het altijd zelf gedaan. Niet raar. Je achterkant niet onder je nek. Wel ook. Avatartje. Komt bijna weer deel 2 uit. Nou, het is echt al 6 jaar. Dus. Nou, dat komt deze jaar uit. Alles is op. Dit heb ik altijd spijt. Waarvan heb je spijt? Nou, dat is niet. Kijk wie daar wakker wordt. Rocket. Ik kom maar aan. Marine, ik draag trouwens de nieuwste collectie. Ik draag die Reiner sweater met broek. Ja, dat was de volgende vraag. Dus wij zijn heel druk bezig om de nieuwe collectie te want droppen. Hoe gaat het met Reiners? Ik zal even iets verwijderen, want hij valt bijna uit. Nou, gelukkig onder omstandigheden met corona hebben de klanten natuurlijk wel zwaar gehad. En wij zelf ook. Maar we hebben gelukkig een hele comfortabele collectie. Draagbaar voor elke doelgroep. En het is gewoon, al ga je naar buiten of blijf je thuis, het kan gewoon altijd gedragen worden. Nou, het is in ieder geval nu de eerste drop is heel veel jogging, dus wat wij nu aan hebben. Ja. Maar het knitwear komt er ook nog aan. Er komen nog zoveel leuke stijls aan. Sportstijls, knitwear. Dus we hopen dat jullie ons blijven supporten en blijven dragen. En ons erin taggen in alle stories. En dan, dat brengt zeker veel vreugde. Zeg je dat? Veel positiviteit. Ja, we hebben ook zelf nog een high summer collectie met bikinis voor jullie. Gaan we ook nog laten zien. Dus we hebben genoeg nieuws. Onder andere wat we nu aan hebben is echt net de winkels in. Ja, ik heb dan die sweater getukt. En dan met die broek er heerlijk bij. Wij dragen gewoon alles in de maat S, maar het valt natuurlijk wel echt... wat oversized. We adviseren meestal gewoon een maatje kleiner te nemen als je huidige maat. Ja, wij houden gewoon echt van heel veel baggy styles. Tot nu toe wordt er gelukkig heel positief op gereageerd. En we hebben nou heel veel leuke mensen ook toegestuurd die het lekker voor ons gaan promoten om ons te supporten in de coronatijden. Dus super blij. En het is super blij dat de winkels eindelijk weer open zijn. Dat jullie het allemaal gewoon weer kunnen aanschaffen in de winkels. Ja, dus blijf ons supporten. We zijn er heel blij mee. We hebben nog heel veel nieuwe leuke foto's om te posten. Ja, wat gaan jullie zien in de volgende week vlog? Ik denk voornamelijk echt de nieuwe drop van de collectie. Dat we dat laten zien in het kantoor. Webshop bestelling inpakken. Ik zal de appartement voor jullie vloggen. Rob's verjaardag, denk ik. Nee.
niet. Het is nog net ervoor. Even checken hoor. Het is nu... Oh, nee. Het komt precies op 6 februari komt de vlog uit. Dus oh ja, het is net nou, waarschijnlijk wel de voorbereidingen. Wel de voorbereidingen voor mijn outfit. En ik heb een tatoeage laten plaatsen. En die heb ik ook allemaal niet gezien. Oh nee. Dus meer gewoon van ons dagelijks leven. Gewoon. Dus blijf abonneren, blijf kijken en... Love. Even denken.